Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 10 januari. Het is bewolkt in Nederland, maar er zijn ook wel wat opklaringen. Op de satellietfoto is dat duidelijk te zien. Die bewolking die zal vanavond aanwezig blijven, maar we zien in het westen ook duidelijk wat opklaringen. En die opklaringen die krijgen geleidelijk aan de overhand. Vannacht kan het dan ook wat afkoelen en de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of twee. Maar momenteel vallen er dus nog een paar buitjes. Hier is dat goed te zien. Vooral in het westen van het land vallen wat lichte buitjes. Maar vanavond en ook vannacht gaat die neerslag geleidelijk aan verdwijnen. Morgen daarentegen dan krijgen we te maken met nieuwe neerslag die vanuit het westen gaat komen. Op de modelkaarten kunnen we dat goed zien. U ziet hier nog wat neerslag liggen boven het westen van het land. Dat is de neerslag van vanmiddag. Maar als we dan de animatie aanzetten, dan zien we dat er een storing vanuit het westen komt opzetten en morgenochtend passeert. In de middag klaart het alweer sterk op vanuit het westen en komt de zon tevoorschijn. Dan valt er slechts nog een enkele bui. Wat verder opvalt is dat de witte lijnen dicht op elkaar zijn. Gelegd. En die witte lijnen, dat zijn isobare lijnen van gelijke druk. En naarmate die dichter bij elkaar liggen, betekent dat dat het harder waait. En dat gaat vooral stevig waaien in het Waddengebied. Daar staat morgen in de loop van de dag een stormachtige wind, windkracht 8. Ook kunnen er zware windstoten voorkomen van zo'n 90 km per uur. En dat geldt ook voor het noorden van Groningen, Friesland en Noord-Holland. In de avond gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Dat is dus allemaal voor morgenavond, want vanavond en vannacht is het vrij rustig nog met de wind. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur die daalt naar zo'n 2 tot 5 graden. Er kan misschien nog wel een enkele misbank ontstaan landinwaarts, maar die zullen in de ochtend vrij snel gaan verdwijnen. En dan morgen overdag, dan gaat het vanuit het westen regenen en in de middag klaart het alweer op en breekt de zon door. Het wordt dan zo'n 7 tot 9 graden. Er zat een matige wind bovenland. Aan zee is de wind hard, of zoals gezegd zelfs stormachtig in het waddengebied. Later op de dag, in de avond, gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Ja, en dan gaan we ons opmaken voor een toch wel wat winters weerbeeld vanaf donderdag. Donderdag overdag valt het waarschijnlijk nog allemaal wel mee, maar in de avond kunnen er al een paar sneeuwbuien vallen en mogelijk dat het in Limburg zelfs wit gaat worden. Ook vrijdag en zaterdag is het wisselvallig met hier en daar een winterse bui. De kans op sneeuw neemt steeds meer toe, dus lokaal wit door een sneeuwdekje is zeer goed mogelijk. Zeker ook omdat de temperaturen wat lager gaan uitpakken. De maxima liggen tussen de 2 en de 5 graden. En kijken we dan nog wat verder, dan zien we dat er volgende week nog meer kou onze kant op komt. Het is dan wel droge kou, want een hoge drukgebied gaat ons weerbeeld bepalen. Er komt een oostelijke stroming op gang en de maximumtemperatuur komt ergens uit tussen de 0 en de 5 graden vanaf dinsdag. Snachts gaat het licht vriezen, op veel plaatsen ook matig en zelfs streng daar waar een sneeuwdek aanwezig is, want dan kan het nog flink afkoelen. En aan het eind van de periode zien we dat de temperatuur weer langzaam omhoog gaat, maar of dat ook werkelijk gaat gebeuren, dat is nog eventjes de vraag. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.